Het lijkt haast wel of je als half vampier, half mens maar één optie in leven hebt. En als bounty hunter worden. Dit geldt ook voor Dee. Hoe hij het ervan afbrengt, dat zien we nu in de review van Vampire Hunter Dee Bloodlust. Definitely their tracks. 6 hours old, I should say. Okay. I'm suffocating now. Je bent pas een grote filmster als je een film hebt geschoten in Nederland. Dat moet Rob Schneider ongetwijfeld ook hebben gedacht. Want voor de film Deuce Bigelow 2 bracht hij een bezoek aan ons mooie landje. En natuurlijk, hij maakt weer gebruik van alle vooroordelen die mensen in het buitenland over ons hebben. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Alle dijken moeten op de dam, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we maar slaaps. Wij hebben om misschien als het te haast. Maar zij op zijn op zijn mal, want wij zijn laatst verlaten. Nou, wij hebben maar een duur gaatje tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn op zijn op zijn, maar blijven we maar slaaps. Wij hebben om misschien als het te haast. Want zij op zij op zij, want wij zijn laatst verlaten. Zoals jullie misschien wel in de gaten hebben, staan we vandaag in Amsterdam. Waarom? Nou, een tijdje geleden vormde onze hoofdstad de setting voor een heuse Hollywood-productie. Namelijk Deuce Bigelow, European Gigolo. Dennis, vertel me eens in het kort waar het verhaal over gaat. Nou, eigenlijk is het helemaal niet de moeite waard om over het verhaal te hebben, maar het is crap. Maar oké, het speelt zich dus af na deel 1. Daar zagen we hoe Deuce Bigelow een male gigolo werd. En in dit deel pakt hij het vak eigenlijk weer op om een vriend uit de brand te helpen. Maar ja, het was eigenlijk een waardeloos verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Ja, oké, ik kan wel iets vertellen voor de kijkers, toch? Nou, dat is het eigenlijk. Dat is het gegeven. Er is nog een moordenaar die loopt hier rond. En die vermoordt allemaal male gigolo's. En hij is dus degene die denkt van, ik moet die moordenaar zien te pakken. En dat is het eigenlijk. Ja, hij moet die moordenaar zien te pakken omdat zijn vriend, zijn pimp, die wordt verdacht van al die moorden. I ain't gay!
I was only looking down his pants because I heard the slang was so big and juicy. Wait a minute. In deze film speelden dus heel veel Nederlandse acteurs mee. Hoe vond je dat? Ja, crap. Waardeloos. Daan Schuurman, ja, noem maar op. Ik ken ze van gezicht, niet van naam. Als je begrijpt wat ik bedoel. En allemaal met het slechte Nederlands accent mochten ze inspreken. En de meesten waren ook gewoon nagesynchroniseerd. Zo kwam Ludo Sanders van Goede Tijden, Slechte Tijden, wie kent hem niet. En die kreeg gewoon even een Duits accent. Now that joint looks loose. If you want, I'll roll the next one. Have a good evening, huh? Nou, ik zei net wel, acteurs, ik ken ze van gezicht niet van naam, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want Jeroen Krabbé doet er mee. Hé, wie kent hem niet? En ja, de rest ken ik allemaal van naam, ja. Maar toch, die hebben geen significante bijdrage geleverd aan deze film. Jeroen Krabbé, ik vond het echt erg dat hij gewoon aan deze film mee heeft gewerkt. Het was gewoon, echt, toen ik het zag, de tranen sprongen me echt in de ogen. Dat hij zich zo verlaagd heeft om zo'n rol neer te zetten in zo'n film. Ik vond het echt schandalig. Ja, maar moet je wel weten, zijn zoon heeft hem gesmeed en gesmeed. Papa, je moet meedoen met deze film, want deel 1 was echt vet cool. Deel 1 was ook best wel leuk, maar dit is echt een grote aanfluiting. En ik heb Jeroen Krabbé uiteindelijk het resultaat gezien op DVD en hij had echt zoiets van... What the fuck is dit voor film, man? Dat had hij nooit verwacht. Maar die lekkere babe die erin meedoet, Hanna Verboom. Is dat wel een pluspunt? Ja, ik heb 2 pluspunten gezien trouwens van haar, maar vertel eens, is zij op zich een pluspunt? Ik heb die pluspunten niet gezien. Heb jij de unrated version gezien? Of zo? Nee man, toen ze in de slipje stond, ik heb heel wat moois gezien. Oh ja. Ja, dat vond ik zeker wel een pluspunt. Dat vond ik niet verkeerd om naar te kijken. Nou, de film speelt zich dus helemaal af in Amsterdam. Was dat een groot pluspunt bij deze film voor je? Ja, pluspunt. Ja, ik kom zelf niet in Amsterdam, dus die punten ken ik allemaal niet. Dus voor mij helemaal geen pluspunt. En voor de rest, ja, ze werken vooral met stereotypen die ze hebben over Nederland en vooral met name Amsterdam. Dus vooral stereotypen vanuit Amerika, dus drugs, seks, klompen, molens. Ja, en als je in Amsterdam komt, dan heb je dus allemaal toeristen die kakken op straat waarschijnlijk en pissen op straat. I'm from Canada and I'm wasted! Ja, er wordt niet echt een goed beeld van Nederland en Amsterdam in die film naar voren gebracht. Het is zeker geen promotiefilmpje, nee. Ja, zeker weten niet. Het allergrootste plus wat zelf hangt van deze film is dat hij maar, ja, dat hij eigenlijk 3 uur aanvoelt, maar 75 minuten duurt. Dus ik heb echt tijdwinst. Ja, het is echt... Je hebt gelukkig niet dat je 3 uur van je leven weg hebt gegooid. Het is maar 75 minuten, maar het zegt al genoeg. Als je 75 minuten kijkt en je voelt af als 3 uur... Nou, dat zegt denk ik al genoeg of het is een klere film. Humor is heel persoonlijk. Maar dit? Nee, dit vindt niemand leuk. Ik kan heel kort in mijn conclusie zijn. Deze film is het kijken echt niet waard. Wil je Deuce Bigelow nog graag een keer in actie zien? Huur dan de oude versie. Want daar worden dezelfde grappen uitgevoerd, maar daar veel leuker. Dan zijn we nu al toegekomen aan de prijsvraag. En dit keer maak ik kans op het vette spel GTA Liberty City Stories. Het enige wat je moet doen om kans te maken op deze mooie prijs, is antwoord geven op de volgende vraag. Waar staat de afkorting GTA voor bij het spel GTA Liberty City Stories? Wil jij het antwoord te weten? Neem dan het juiste antwoord naar prijsvraag@play-tv.nl. Deze aflevering van Play TV is weer bijna achter de rug. Maar over 2 weken zijn we terug, dan helaas met de allerlaatste aflevering van dit seizoen. In de tussentijd kan je natuurlijk altijd naar onze website gaan, www.play-tv.nl. Hier kan je al onze afleveringen downloaden en het bovendien met alle heetste entertainment te vinden. En krijg je nu alvast een voorproefje van wat je van ons kan verwachten in het tweede seizoen. Namelijk een heuse serie, starring Mwah! Nou ja, en de rest van de playcrew. Nou, geniet van de mooie beelden en ik zie je over 2 weken. Doei doei!